Nu zijn alle dingen van u, o God, alleen. Goedemorgen, broeders en zusters, luisteraars. Het is vandaag de laatste zondag na Epifanië, zondag 28 januari 2024. Ik ben zuster Mavis van Glanenwegen-Kromwel, voorganger van de Combi-gemeente, tevens pastoraal coördinator van regio Paramaribo Noord. Het is me waar genoegen om u vandaag te mogen bedienen met het woord. Onze verwachting komt van God de Vader, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die niet laat varen het werk waarmee zijn hand ooit begon. In die naam mogen we met elkaar op deze zondagmorgen bezig zijn. Ik groet u daarom ook. En ik wens u genade en vrede van God de Vader. Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Laat me u de dagwoorden voorhouden van deze zondag. Ik zei het al, de laatste zondag na Epifanië. Het dagwoord komt uit Jesaja 60, vers 2b. Over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Nogmaals het woord dat we de hele week tot ons mogen nemen uit Jesaja 60, vers 2b. Over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Jesaja 60, vers 2b. Het dagwoord komt uit Psalm 86, vers 9. Alle volken die gij gemaakt hebt, zullen komen en zich voor u neerbuigen, o Heere, en uw naam eren. Alle volken die gij gemaakt hebt, Heere, zullen voor u neerbuigen, o Heere, en uw naam eren. Het leerwoord komt uit Openbaring 21, vers 3. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie de tempel bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En God zelf zal bij hen zijn. Nogmaals het woord uit Openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. Openbaring 21, vers 3. Het bijbehorend de lied uit ons gezangboek, gezang 535, vers 4. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrede van uw naam. Heer, mijn God, ik zal u loven, heffen het ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Tot zover de dagwoorden voor vandaag. We luisteren naar het liedvers. Ik hou u nu de tekst voor vandaag voor.
We zullen de hele week ook gedenken het woord uit Jesaja 60 vers 2b. Over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Wat dit woord betreft, weten we dat wanneer we deze beloften lezen over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden, dan verlangen we naar de vervulling van deze woorden. Maar weet u, we moeten geduldig wachten op Gods tijd. Gods tijd, genade tijd. Hij heeft de macht over de geschiedenis en hij weeft al onze levens samen tot zijn plan. Laten we nu luisteren naar de tekst uit 2 Korinthe 4. Ik hou u voor vers 1 tot 15 uit de Herziene Statenvertaling. Bovenaan de pericoop staat de apostolische bediening. Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. Integendeel, we hebben de schandelijke verborgen partijen verworpen. We wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid, bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Maar in het geval dat ons evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Want we prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Schat in aarde kruiken. Maar we hebben deze schat in aarde kruiken, opdat alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. We worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. We dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, omdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk lichaam. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. We weten immers dat Hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Tot zover de tekst van vandaag, die we dus zullen behandelen. Laat ons nu de Heere vragen om zijn zegen, voordat ik het woord tot u zal richten. Vader, Zoon en Heilige Geest, zo kom ik op dit moment voor uw troon van genade, Heer. U bent het die hier in ons midden aanwezig is. Ik dank u ook voor de luisteraars, de broeders en zusters, die op dit moment mee luisteren, Heer, dat de woorden uit mijn mond zullen zijn woorden die u tot uw volk wil spreken, Heer. Zegen de mensen die luisteren en dat de woorden mogen klinken in hun harten. Tot eer en glorie van uw naam. Amen. Geliefde broeders, zusters, luisteraars, ik zei het aan het begin al.
Jesaja 60 vers 2 bemoedigt ons met de woorden toen uitgesproken, de verwachting die deels al is uitgekomen. Maar we voelen het allemaal elke dag weer in ons leven. We mogen God danken dat we vrijheid van godsdienst hebben. We zijn gezegend als volgelingen van Jezus Christus. En daar danken we God de Vader voor. Als apostel Paulus de brief aan de gemeente te Korinthe richt, zit hij in een cel, omdat hij het evangelie van Jezus Christus verkondigde. Paulus, broers en zusters, luisteraars, die in Handelingen 9 van Christus vervolger tot Christus volgeling apostel werd. Handelingen 9, vers 5, daar sprak Jezus hem persoonlijk aan. Na zijn bekering liet Paulus zich dopen en verkondigde hij de blijde boodschap. Dwars door alle problemen en pijn heen predikte Paulus over Jezus. Ook maakte Paulus vele zendingsreizen. Hij bracht vele mensen tot bekering. Ze mochten de Heere Jezus Christus als hun redder leren kennen. Bij de zendingsreizen die hij maakte, kreeg hij ook te doen met tegenstand. Gevangenisstraffen waren voor hem een weet. Hij werd mishandeld, met stokken geslagen. Ook stenen werden naar hem geworpen. In 2 Korinthe 4 vers 6 zegt Paulus, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Als Paulus in vers 7 heeft over de schat in aardekruiken, dan heeft hij het over het evangelie. Maar wij hebben die schat, het evangelie dus, hebben we door de alles overtreffende kracht van God, hebben we in ons. Realiseert u zich dat, broeder, zuster, luisteraar? Het evangelie van Jezus is een grote schat, lieve mensen. Als we de Bijbel openslaan, dan is het woord van God. En wanneer we lezen in het woord van God, dan spreekt God zelf tot ons. Realiseert u zich dat, broeders, zusters, luisteraars, dat God zo dicht bij ons is, elk moment als we de Bijbel openslaan. En dat die kostbare schat, het woord van God, het evangelie van Jezus Christus is. En dat evangelie zit in die aardevaten. In ons. We mogen het beeld zijn. Omdat die aardevaten het beeld van de mens zijn. Wat een voorrecht. Paulus wil ons hiermee zeggen dat het zeker het woord van God is. Maar meer nog dan dat. Het is niet alleen een fysieke Bijbel die we in onze hand kunnen houden. Het zit in ons hart en in ons leven. En dan kunnen we over die Heer vertellen. Als het in ons is, dan is het realiteit. En dan wordt het, weet u, dat niet wij meer, maar God ons leven leidt. Dat Hij bepaalt hoe wij gaan. En dat Hij in ons regeert. Wij maken onszelf ondergeschikt aan de wil van God. Dat is het evangelie in ons, broeders en zusters. Het is niet makkelijk als u zegt, God bepaalt mijn leven en niet ik. Wat weet u? We gaan veel moeten nalaten. We gaan meer moeten kiezen voor het werk van die Heer. Wat moeten we doen om dat werk van die Heer in stand te houden. Niet eens een keer naar de kerk, of een zaterdag of een zondag naar de kerk. Maar geregeld naar de kerk, elke week, elke dag, uw Bijbel openslaan. Die moeite van tegenwerking voelde Paulus ook in zijn leven.
Hij werd verdrukt. Maar u en ik voelen ook die druk. Maar precies zoals Paulus het zei, dat hij in alles verdrukt wordt, maar niet in het nauw gebracht. Zo mogen we ook weten dat niets ons zal twijfelen in alles wat we doen, tot eer en glorie van de Heer. Als we zitten of staan, elke beweging die we maken, we zullen tegenstand ervaren. Paulus kennen we als toen een christenvervolger, een tegenstander. Hij vervolgde mensen, hij martelde en sloeg mensen. En daarna heeft de Heer hem gebruikt en hij werd een standvastig mens. En zijn kracht om verder te gaan, putte hij uit de bron van Jezus, uit de bron van het levende water. Het evangelie van Christus is in ons. We verkeren in twijfel. Onzekerheid is ons niet onbekend. Maar weet u, dat zijn de barsten en scheuren die we in ons leven meemaken. De teleurstellingen. We kunnen onzeker worden vanwege bepaalde situaties. Maar we hoeven niet te vrezen, zegt Paulus. Het evangelie, die Heer, die is in ons. In vers 9 zegt Paulus, we worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. We staan op. We lijden pijn. We worden monddood gemaakt, vermoord, vervolgd soms. Maar God laat ons nooit alleen. Hij laat ons niet los. Het evangelie is niet zomaar een verhaal. Het is ons leven, dwars door de pijn en de moeite heen. In vers 10 zegt Paulus, we dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, omdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Ons lichaam, lieve broeders, luisteraars en zusters, wordt vergeleken met een aardevat. Maar als u dicht bij Jezus blijft, net als Paulus, als u put uit de bron, dan schijnt het licht dwars door de scheuren heen. Gaat u ervoor? Stapt u uit de comfortzone? De Heer wil dat we hem volgen. De Heer wil dat we geloven in hem. Omdat we dezelfde geest van het geloof hebben, die Heilige Geest. Overeenkomstig wat geschreven staat. Ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Geloven ook wij. Gelooft u en daarom spreken ook wij. We weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, omdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Paulus, broeders en zusters, luisteraars, was bereid te sterven voor het evangelie van Jezus Christus. Uw littekens, broeders en zusters, zijn eretekens voor Jezus. Bent u bereid? Jezus roept u. Ja, u. Laten we in plaats van elkaar te bekritiseren, voor elkaar gaan bidden. We zullen merken dat er verandering komt. Bent u bereid op te bouwen in plaats van af te breken? Word een levendig getuige van Jezus Christus. En we bidden elkaar toe dat de Heer ons bijstaat. In Jezus' naam. Amen. Ja, amen. Broeders en zusters, luisteraars, we zijn haast gekomen aan het eind van dit programma. Ik wil u bedanken dat u heeft geluisterd. Ik wil kort met u in gebed gaan om de Heer te danken dat we bij elkaar mochten zijn. Liefdevolle Vader, zo kom ik op dit moment voor uw troon van genade, Heer. Vader, dank u wel dat u
vandaag ook tot ons heeft willen spreken. Dat het voorbeeld van Paulus hebben mogen bespreken vandaag. Hoe hij, Vader, als christenvervolger, een apostel door u aangesproken op zijn weg. Zijn weg van vervolging. Dat u hem tot andere gedachten bracht. 3 dagen blindheid. Maar u stuurde uw discipel Ananias naar hem toe. Die voor hem moest bidden. En hij heeft gekozen om u te volgen. Vader, we danken u dat we dit woord vandaag ook hebben mogen delen. Dat we weten en mogen beseffen dat wij zwak zijn. Maar u bent het die ons uw woord heeft gegeven. En dat uw woord in ons binnenste mag zijn om ons te sterken om verder te gaan. Vader, zegen ons. Geef ons, Heer, die kracht en inzicht om verder te gaan. Zo kom ik, Heer, met de totale christenheid voor uw troon van genade. Ik kom met de evangelische broedergemeente, Heer. En ik dank u voor wat wij mogen doen als evangelische broedergemeente. Dat u ons leidt, schraagt en draagt, Heer, om verder te gaan. Wees u met ons land, onze regering, onze president, onze vicepresident. En leid ons op de weg die wij moeten gaan. Niet omdat we het verdienen, maar door de liefde. In Jezus' naam. Amen. Ja, amen. Laten we aan het eind van de dienst de zegen des Heren ontvangen, opdat we elkaar tot zegen mogen zijn. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aanschijn over u en hij geeft u zijn shalom. Hij geeft u zijn vrede. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen, broeders en zusters. Ik dank u voor uw aandacht en ik wens u een fijne zondag verder. Goedemorgen. Roept uit aan alle stranden, verbreid van oor tot oor, verkondigt alle landen het evangelie woord. Roept uit de Heer der Heren, als alle
nu zijn alle dingen van u, o God, alleen.